Wij proberen kinderen te helpen die problemen hebben met het gehoor of het zichtvermogen of met hun gebit. En deze keer hebben we gekozen voor de tanden, het mond. En daarbij hebben we hulp gekregen van Dental Care Everywhere. Dat is ook een foundation die al een tijdje bezig is op het gebied van tandheelkunde. En wij zijn nu hier in Nador, waar we hopelijk ruim 200, 220 kinderen kunnen behandelen. Dit zijn kinderen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg en dus een tandarts soms nog nooit hebben gezien. En die komen hier in de behandelkamer en dan worden er, voor mijn gevoel, bijna letterlijk wonderen verricht. Want je ziet kinderen met gaten in hun voortanden, rotte kiezen. En de tandartsen helpen die dan. Dat is een beetje wat wij doen hier. Hazen. Oké. Yep. Is het klaar, Wouter? Ja. Zo weer. Zo weer, is het klaar? Ja. Zo weer, dat kunnen we wachten. Zo. Hou van de macht. Zie ik Blake? Had eventjes een dingetje. Bloed, maar voor de rest. Topje hoor. Gaat goed? Zo met zo. Ja. Draai bij. Het heeft wel iets. Het heeft wel iets. Okay. Ja, het is. Ik heb dit nog nooit gedaan. Maar het voelt heel erg bevredigend. Zodra ik dat meisje zie en ze begint die hand vast te pakken, denk ik, oh, ze heeft pijn. En dan ga ik, denk ik, oh ja, ik moet erbij. En dan raakte ik even een soort van paniek. Maar goed. Ja. En wij zien die kinderen graag lachen. En dat hebben we een aantal kinderen hier gezien die dus binnenkomen met niet durven te lachen. En hoe langer dat duur gaat, waardoor je trucjes gaat bedenken. Waarom mensen zo gaan praten of, weet je wel, ze schamen zich voor hun gebit. En als je dat kan verhelpen, je kan ze mooier maken. Ja, dat is zo mooi om te zien. Boksen houden. Is goed? Ja, goed. Ik trots. Ik zeg het grotere werk.